Dit is het toernooi van de Barenie Cup. En dat wordt gespeeld in de regio rondom de Barenie, Breda. En die strijden om de Barenie Cup. En dat is een toernooi uit zes wedstrijden dus. En dan worden standen opgeteld en dan krijg je een winnaar. En je krijgt ook dagprijzen. En de jeugd van deze regio die kan daar kennis maken met de schaaksport. En dat, dat vindt altijd in de winterperiode plaats. En dit is de vierde wedstrijd in het schema van zes. Ik vind het leuke vind ik eraan dat je ook echt moet denken voor wat je gaat zetten. En het is niet zo'n bordspel waar je geluk moet hebben. Maar je moet ook echt tactieken gebruiken. Dat vind ik er vooral heel leuk aan. Ik denk altijd veel stappen vooruit. En dan als er iets anders gaat, kan ik er ook snel mee handelen. Van dan kan ik mijn tactiek ook best wel snel aanpassen. Maar soms doe ik dat iets te snel en dan ga ik ook wel de fout in. Dus dat is en mijn voordeel en mijn nadeel. Kun je nou eens vertellen iets over een schaakbord? Kun je eens vertellen hoe dat allemaal heet? Dit is een toren. Toren kan recht, altijd recht. Hij kan naar links, boven, onder en rechts. Okay. De paard, die kan over stukken heen springen. Dus als er een pion hier staat, dan kan je er nog steeds overheen springen. Hij gaat in een naar links en dan naar voren of zo. Ja. Gewoon twee naar voren en dan naar rechts of naar links. De loper gaat schuin, gewoon schuin. Gewoon schuin, aan alle kanten, maar dan in schuin. Deze is gewoon de toren, maar dan schuin. De dame, die kan hetzelfde doen als de loper en de toren, maar niet de paard. Dus hij kan in elke kant op. Koning is dit stuk dat je probeert te beschermen als hij nergens heen kan en ook schaak staat en ook aangeaanvond wordt, dan heb je verloren. En deze is de pion. Die mag je, als je op de beginpositie staat, dan mag je 2 of 1. Dan mag je zelf weten. Maar als hij bijvoorbeeld hier staat, dan mag je maar 1 naar voren. Deze pakt anders dan hij loopt. Als een stuk hier staat, dan mag je hem pakken. Dat je goed na moet denken, dat je je hoofd moet focussen. En ja, ik krijg ook schaakles op school en ik zit ook op schaakles. En ja, dan denk ik, het toernooi, dan
dan lukt het toernooi lukt dan ook. Nou, het schaak is, dan lucht het wel een klein beetje meer op. Bijvoorbeeld als ik met huiswerk bezig ben, dan raak ik soms wel een klein beetje gestrest. Dan denk ik dat schaken wel ietsjes fijner is. Alleen schaken is wel een klein beetje een denksport. Schaken dat vrolijk me meer zeg maar op en dat, ja. En dan als ik bijvoorbeeld een of twee partijtjes of zo heb gespeeld, dan Dan is mijn hersenen wel een klein beetje minder zo. Ja, het tactische nadenken en ook rekening houden met wat de tegenstander doet, dat is ook belangrijk. En het is gewoon een leuke bezigheid, leuk spel. Ja. Maar je weet nooit, lijkt mij, dat je nooit weet wat welke zet je tegenstander staat doen. Ja, meestal kan je wel, moet je eigenlijk net alsof doen dat jij de tegenstander bent. En dan moet je denken van wat zou ik hier spelen. En dat is dan meestal ook wat de tegenstander zou spelen. Of tenminste wat de beste zet zou zijn voor de tegenstander als je het goed bekijkt. Eigenlijk voor jou een beetje ontspanning, het schaken of Ja, ik ga gewoon op dinsdag naar de schaakclub in de avond. Alleen verder ben ik er niet zo heel veel mee bezig, maar zo bij de club vind ik het wel leuk. En dan bij de club vind ik vooral leuk die hele lange partijen, die anderhalf uur per persoon en dan nog 15 seconden per zet erbij en zo, dan kan je echt goed nadenken. Het is meer snel schaak, dus het is meer op intuïtie en op ervaring. Maar daarom kan je echt soms wel een kwartier nadenken over één zet of zo. En dan kan je altijd wel leuke, interessante partijen krijgen. Maar dat ga je hier niet redden, denk ik. Nee, hier is maar 12 minuten per partij, dus dan moet je snel zijn. Dan kan je niet zomaar even heel lang gaan nadenken over een zet. Nee. Maar dat maakt het wel moeilijker dan? Ja, ik vind dit zelf moeilijker, maar bij de jeugd zijn er wel veel, die zijn veel sneller daarin dan ik. Dus vooral als je op internet schaakt, dan is het ook meestal heel snel. Dus ja, ze hebben daar weer meer feeling voor. Dus ik probeer meestal zo snel mogelijk hier naar het eindspel toe te gaan. Want bij het eindspel weet ik wat ik moet doen. Alleen in het middenspel kan er nog van alles gebeuren. En kunnen ze allemaal heel snel onverwachte zetten gaan doen. En dan is het heel lastig te voorspellen. Alleen in het eindspel weet ik wat ik moet doen. En dan kan ik, dan kan ik de zetten wat sneller spelen. En dan scheelt weer tijd. Oké, maar is het niet zo als je in het eindspel zit en dat het al een beetje op het verliezen aanloopt dan? Dat je dan toch nog de winst eruit kunt halen? Nee, eindspel is eigenlijk, je hebt drie fases. Je hebt de opening, dat zijn zeg maar de eerste zet en de opening is meestal, dat doe je gewoon op wat je hebt onthouden. Dus de meeste mensen hebben gewoon een opening die ze altijd spelen. En dan in het middenspel, dan kom je in het middenspel. En dan, daar is waar eigenlijk je het meeste nadenkt. En dan ga je echt, dan wordt het heel tactisch en zo. En dan het eindspel is eigenlijk als er nog maar een paar stukken over zijn. Meestal wat pionnen en dan heb je soms toren eindspel met torens erbij. Of soms loper eindspel met lopers erbij. En dat is eigenlijk... dat is eigenlijk wel, vind ik, het leukste gedeelte van het schaken. Yeah, well.
Wij zijn van de schaakvereniging Het Paardje uit Maden. Wij zijn een vooraanstaande vereniging van de hele omgeving. We hebben leden die voornamelijk uit Maden komen en omstreken, maar toch ook wel een beetje verder weg. Zoals Breda en Oosterhout. We bestaan intussen 50 jaar. En we zitten al geruime tijd hier in het Trefpunt, waar onze clubavond ook is en waar we al onze activiteiten doen. Onze clubavond doen we altijd op dinsdagavond. We beginnen met de jeugd van 7:30 tot 8:30. En daarna spelen de senioren een competitie van 7:30 tot 11:00. De jeugd speelt nu vandaag dus hier in de Baronie Cup. En daarnaast geven we dus jeugdlessen. We hebben een aantal gediplomeerde trainers die dus de jeugd gaat begeleiden van 7:30 tot 8:30 om ze op een hoger niveau te brengen. En hopelijk houden we daar natuurlijk wat seniorenleden aan over later als ze wat ouder zijn. Een nieuw potentieel lid of die graag een keer wil kennismaken met de schaak is altijd welkom bij onze vereniging. Hij kan altijd binnenlopen op dinsdag. Hij kan een mail sturen via de website schaakverenigingmaden.nl. Hij kan altijd ook halverwege de competitie ingepast worden in het schema. Want we hebben een zodanig systeem dat je altijd kan instappen. Bij ons staat voorop schaken, we willen allemaal winnen, maar het gaat ons om het plezier.